Vanmorgen zijn we begonnen met het voorlezen. Dan krijgen we meteen muziek erbij. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Laatste week. Ja, dat klopt, inderdaad. We zijn woensdag aangeland en tot en met zondag hebben we een programma bij de Spiegeltent. Klopt, ja. Hoe is het gegaan? Lekker weer? Perfect natuurlijk. Je kan het bijna niet beter hebben met al die programma-onderdelen, met heel veel mensen. En dan inderdaad heel mooi weer. Dus idealer kan je het bijna niet krijgen. Het had bijna ook zonder tent gekund. Het had bijna zonder tent gekund. Maar dat weet je niet van tevoren natuurlijk. Nee, dat weet je niet van tevoren. Maar bovendien, mensen komen ook altijd even binnenkijken. En we hebben ook wel degelijk ook heel veel mooie programma-onderdelen binnen gehad. Ja. En wat krijgen we nu? Nu is de Big Band van de Ginderbondsharmonie vanavond. Ja. Nou, we gaan kijken. Veel succes nog. Dankjewel. Een groot feest, denk ik. En een geslaagd feest tot nu toe. Waarom geslaagd? Gezien de opkomst, de hoeveelheid aanmeldingen zeg maar, van dingen die er te doen zijn, zoals muziek, voorleesavonden, voorleesochtenden voor de kinderen, bijeenkomsten KBO, wereldkoor, noem maar op. Er is zo ontzettend veel en het is elke keer top bezocht. Want hoe ziet een dag er nou uit? Beschrijf eens een dag. Een dag als vandaag. Vanmorgen zijn we begonnen met het voorlezen. Dan krijgen we meteen muziek erbij. Er is iemand jarig. Zijn we begonnen met voorlezen voor de peuterspeelzaal. Daarna hebben we de zonnebloemen op bezoek gehad. Die kwamen heerlijk lunchen. Toen kwam Probus. Die kwamen barbecuen. En je hoort het, nu is de muziek van de Big Band. Dus vanavond hebben we Big Band in het park. En het weer. Ja. Ongelooflijk. Wat is er nou zo mooi aan, hoe moet ik het nou noemen? Dorpsfeest, de Spiegeltent, Bondsalon? Ja, dat weet ik niet, dat is een gevoel. Ja, het is een gevoel. Maar vorig jaar stond die tent natuurlijk hier. En iedereen dacht, oh jee, wat gaat er nu gebeuren, zeg maar. Ja. Toen zijn er mensen bij elkaar gezeten, de handen op elkaar, de neuzen dezelfde richting in. En dit is het resultaat. En waar vind je dit? In welk dorp vind je dit nog een keer terug? Volgens mij nergens. Met zoveel mensen. Het is wel uniek, ja. Door vrijwilligers, voor vrijwilligers. Inderdaad, dat er 4 weken lang een programma is. Maar ook mensen zijn die jouw kopje koffie en jouw biertje inschenken. Nou, dat is toch helemaal geweldig. En de mensen komen ook, hè. Het is altijd volle bak. En zelfs als er 20 mensen komen en een leuke avond hebben, is het ook helemaal prima, hè? Nog een paar dagen. Ja, jammer. Dan is het afgelopen. Ja, erg jammer. Ik zei het van de week ook, hè, want ik laat hier elke dag de hond uit. Ik denk, die tent is volgende week weer weg. En dan, goed. Dat willen we niet. Volgend jaar weer, toch? Zeker te weten. Zeker te weten. We zien jullie volgend jaar. Hey, dankjewel. Succes. Oké, dankjewel.